Beeldend kunstenaar Hugo Kaagman raakte begin jaren 80 bekend door een opvallende muurschildering op het Waterlooplein in Amsterdam, waarbij de schabloontechniek werd toegepast. Deze techniek leidt naderhand tot een geheel eigen stijl. Die wordt toegepast op doek, keramiek en uiteindelijk ook op de staart van een vliegtuig. In het voorjaar van 1999 bezoekt Hugo Kaagman 3 maanden Curaçao. Terwijl hij zich laat inspireren door dit kleurrijke, maar licht verpauperde eiland, ontmoet hij er veel kunstenaars en komt her en der kunst tegen. Dit deed hem besluiten om een kunstroute op het eiland samen te stellen. Daarbij komen we niet alleen veel Delfts Blauw tegen. Ja, we staan hier aan de rand van Autobanda bij het Blauwe Huis. Wat uitgekozen is voor de uitwisseling, de kunstuitwisseling Nederland en Curaçao. Wat is de vaste basis is. En vanuit dit blauwe complex met de galerie en het huis kunnen we Autobanda inlopen om de kunstroute te beginnen. We zien hier voor onze huizen de sleddenweken afgebrand en in elkaar gestort. En ze zijn nu bezig de rommel op te ruimen. Aan de overkant ligt Punda, daar is het allemaal toeristisch mooi opgeknapt. En dit is eigenlijk de Jordaan of de pijp. S'nachts zijn er ook veel stegen eigenlijk die niet echt veilig zijn voor niet ingewijden. Maar overdag is men aan het slapen en dan kan je nog vrij rustig rondlopen. Oké, we zitten hier in Autobanda op een klein kwartier, een pleintje. Het is helemaal opgeknapt door 2 mensen eigenlijk. Willemstad Stadsherstel wordt gedaan door Frans Brugman, die in het hoofdkantoor hier zit. Die knapt panden op en verhuurt het en zo breidt het steeds verder uit. Het was allemaal echt heel bouwvallig. Of het staat helemaal te verruineerd, te verrotten. Ja. En nu wordt het langzaam opgeknapt. Maar een van de belangrijkste kunstenaars van de kunstroute is in ieder geval Ras Elijah. Dat is een rasterman uit Curaçao. En dat is een hele goede after nature schilder, om het zo maar te noemen. En op deze muurschildering komen heel veel mensen voor uit de buurt. Ik zie een paar prostitueetjes. Ik zie Ras Elijah hemzelf. En dat is een schilder. Dat is een schilder. Ja. Hij zit momenteel helaas in de gevangenis, waardoor hij niet geïnterviewd kan worden. Ja. En het moet ook nog afgemaakt worden. Maar allemaal buurtbewoners die zo allemaal rondhangen. En hier zijn 2 figuren die dus belangrijk zijn van de buurt. Dit is Frans Brugman van Stadsherstel. Die dus de boel hier opknapt en verder verhuurt. Ja. En naast hem zit Jacob Gelddekker. Dat is een pensionado die rijk geworden is met de One Hour Photo Service. Die heeft opgezet in Nederland en verkocht. En sindsdien heeft hij hier een van zijn huizen op de wereld, heeft hij hier een huis. En hierachter is hij een museum aan het bouwen, waar we straks kunnen gaan kijken. Hoe lang gaat zo'n muurschildering mee? Want het zonlicht, dat tast op de verf aan. Ja, dit is denk ik verf van de Antilliaanse verffabrieken. Die is speciaal bestendig. Maar het zal wel verbleken in de loop der tijd. Dat gaat bij jouw werk ook gebeuren. Dat gaat ook gebeuren, ja. Ja. Ja, alle panden moeten ook om de 5 jaar opnieuw opgeschilderd worden. De zee, het zout en de zon, dat vreet aan de verf. In deze steeg heeft Ras Elijah een van zijn interessantste muurschilderingen gemaakt. En deze steeg, ik hoop dat die jongens gefilmd willen worden, hype. Dit is Tula Towner, Rushback City. En je ziet het 96. En we gaan hier binnenkijken. En we hopen het oké is. En hier zien we Papa Godet. Dat is een belangrijke figuur die samen met Stanley Brown, die er ook echt op staat, de opstand in 1969 van Willemstad deed. Voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden van de minderheden, de zwarte meerderheid, sorry. Dus de halve stad is platgebrand eigenlijk. En je ziet, het is heel goed geschilderd. Dit gaat eigenlijk steeds van de zwarte helden. Nelson Mandela. Martin Luther King en Malcolm X, volgens mij. Marcus Garvey, Jamaica. Bob Marley, George, de grote held. Met de Ku Klux Klan erbij. Ook. En wietlaatjes, dat is een beetje koffiezoekachtig. Die wil ik wel niet kopen. We zitten nu in een café, dat heet de Netto Bar. En ik wou even wijzen, een tegelpatroon op de grond. Die heb ik voor het eerst gezien in Marokko. Volgens mij komen ze uit het Middellandse Zeegebied. Maar die zijn hier op Curaçao op veel plaatsen gelegd. Ik denk dat het met de scheepvaart te maken heeft. Mensen nemen een lading mee en dan komt het zo op de grond. Ik ben heel enthousiast van die tegen. Heel mooi. Nou, we staan hier in de Klipstraat en we hebben hier uitzicht op het water. En hier bouwt Jacob Gelddekker een congrescentrum. Dat, een maand geleden stond hier nog niks. Maar als je geld hebt, kunnen dingen snel. Dus er wordt in no time gebouwd. En over 4 maanden moet het klaar zijn. Dit wordt een congrescentrum. En er komt een leerstoel van een professor die aangetrokken is.
En er worden 5 studiebeurzen per jaar uitgegeven van een richting? Afrika, de geschiedenis van Afrika gaat het over. En er worden 5 beurzen van een ton gegeven voor mensen die een onderzoek willen doen naar een stukje Afrikaanse geschiedenis. En dit gebouw wordt even een congrescentrum wat ingehuurd kan worden. En Curaçao is er heel blij mee, want dit was een gat en nu gebeurt er wat. En dit is de Klipstraat en aan deze kant waren allemaal ruïnes. En dit is ook dus afgelopen half jaar uit de grond verrezen. Dit heet Cura Hollanda, een beetje een rare naam voor een Afrika museum eigenlijk. Maar dat is de Hollands Hofje. En hier kwamen de slaven aan wal. En werden ze gezond gemaakt naar de zeereis. En daarna werden ze verder verhandeld. Dus Curaçao was eigenlijk een soort gezondheidscentrum. De slaven werden hier zorgvuldig gevoed. En ja... Op doorreis gestuurd. En hierachter zien we een glimp van een stukje nagebouwd Afrikaanse poorten uit Mali. Nou, wat we hier zien is eigenlijk afgelopen maand pas gemaakt. Het is heel snel gegaan. Verleden week was de preview opening toen het... klaar was. Maar de collectie moet nog overal uitgestald worden. Dit zijn allemaal nieuwe huisjes gebouwd. Er komen allemaal Afrikaanse beelden, voorwerpen. We zien daar een monument van de Black Holocaust voor de 100 miljoen Afrikaanse slaven die gestorven zijn. Nou, wat we hier zien is het werk wat is verleden week voltooid door Yubi Kirindongo. Dat is de belangrijkste kunstenaar op dit eiland. Die werkt veel met schroot, met auto-onderdelen, maar ook met koraalstenen. Hij jut heel veel op het strand. En hij heeft hier van koraalsteen een slavenbeeld gemaakt. Met ketens die aan elkaar vastzitten. Ik vraag me af of het al af is eigenlijk. En hij moest zelf lachen. Daar is één slaaf. Die gooit een metalen kogel op zijn eigen kop om eronder uit te komen. Zoals de Indianen ook liever dood gingen dan als slaaf te worden gebruikt. En jij bent inrichter? Ja, ik ben vormgever. Vormgever. Ja. En je bent van begin af aan betrokken bij dit project? Ja, klopt. En Jacob Gelddekker, die heeft het initiatief genomen. Ja, dus nou, dat is al van de Blinde vorig jaar geweest, dus in, laten we zeggen, mei. Ja. En hij heeft mij benaderd in oktober. Oh, kijk, dit is toevallig. Dit is van Frans Brugman. Ja, ja. Hier. Nou, misschien zeggen, de Willemstad Stadsherstel, de man die alle oude panden opknapt hier, die is eigenlijk als kunstenaar begonnen. Hij heeft in Egypte alle mozaïeken nagetekend. Dus hij daarna op Saba alle huisjes na gaan tekenen. En de Arabische patronen van hem komen duiken ineens op in het Afrika Museum. Dus de wereld is heel klein. Ja, ja. Ik zie hier iets waar ik heel veel affiniteit mee heb. Ja. Ik ben dus ook 20 jaar geleden met Arabische tegels begonnen. Ja. En daarna ben ik met Delft Blauw gaan werken. En nou, hier zie ik, dit is waarschijnlijk Tunesisch of Turks. Of Ismik. Ja. Ja. Nou, dat is de Delsblauwe route, kan je zeggen, in China en het oosten. Ja. Nou, het belangrijkste thema van het museum is slavernij? Of... Nee, het zijn eigenlijk 3 thema's. We beginnen eigenlijk met de evolutieleer. Vandaar gaan we dus naar de slavenhandel, slavernij. Ja. Dan een derde blok, de Afrikaanse cultuur. En dan behandelen we de landen langs de Niger, dus West-Afrika. Dat zijn dus de landen waar de slaven ook van afkomstig zijn. Grote koninkrijk. Ja. Ja. Nou, en dan hebben we hier dus een reconstructie gemaakt van de zogenaamde slavenpalen. Ja. Hier aan deze palen werden dus de slaven vastgebonden en gegezeld. Ja. En dan hangt er hier komt er nog een bel te hangen. En die bel is, daar werden dus de slaven mee, s'ochtends mee wakker gemaakt. En dan wisten ze ook later op welke momenten ze dus weer terug moesten komen. Ja. Er waren 2 jongens van een opleiding die van de technische school hier. Mm-hmm. En die hebben gevraagd om 2 replica's te maken van de origineel. Nou, je ziet hier het resultaat en dat is super. Met een enorm enthousiasme gegaan. En ik kwam op een ochtend met een aantal bijtels, maar dat vonden ze me helemaal niets. Dus daar hebben ze gewoon een grote spijker. En daar hebben ze met een vijl hebben ze die scherp gemaakt. En daarmee hebben ze dus alles gebeiteld. Dat is echt prachtig. Ja, hier een scheepsruim. Nou, ik wilde sowieso een reconstructie maken van zo'n scheepsruim om te laten zien wat voor een erbarmelijke omstandigheden de mensen dus hier naartoe vervoerd werden. We hebben ketens ook. Diverse ketens. Ja. Hier zien we nog een paar beelden. Dit is een beeld van Yubi Kirindongo. Behalve dat hij jut, verspaart hij ook de meest gekke voorwerpen. En hij heeft dus ook pikhouwelen gespaard. En daar heeft hij dit beeld van gemaakt. En dit vind ik wel een fantasierijke... vondst, want dit laat zien waar de slaven mee wat voor werktuigen ze hadden. Maar aan de andere kant, het is ook een gek modern kunstwerk. Ook weer met koraalsteen, de sokkel. Deze schildering is niet speciaal gemaakt voor Cura Hollanda, die was ze eigenlijk al. En het verbeeldt het plattelandsleven van Curaçao. Idyllisch. Hier zat Rassilaar ook nog zelf op. Kijk, om het hoekje daar. Ah ja, dat moet je ook. Ja.
Dit is werk van Helen G. Martina. Dat is een kunstenares die heel lang op het eiland zit. Eigenlijk uit Suriname afkomstig. En die heeft als voorbeeld de vrouwelijke figuur. Afrikaanse hoofden met een koten missie op. En dit is een van haar laatste werken. Helen Martina is geboren in Paramaribo, woont in de wijk Kwartje en verhuist binnenkort naar Nederland. Ik heb deze serie genoemd Women of My Subconscious Tribe. Onbewust. Ja, onbewust stam. En dan, omdat dit is dus echt opgebouwd uit lagen. Kijk, keramiek is altijd opgebouwd uit lagen, maar ik heb die lagen altijd weggehaald. Ringetjes kleiden, ja. Ik vind het mooi, textiel. Ja, maar het heeft ook iets van, weet je, de canyons in Amerika, zodat dat opbouwen van verschillende lagen, maar het kunnen ook lagen van ervaringen zijn. En van levenservaringen en van je leven en van de stadiums die je doormaakt. En die soms heel grillig kunnen zijn, die terug kunnen vallen en die weer door kunnen gaan. En dan daarbovenop dat alles staat een persoonlijkheid. Ja. En, maar die persoonlijkheid, de hoofd is, je kiest een soort serie, hè? Het zijn allemaal dezelfde soort... Het zijn allemaal vrouwen met een hoofdtooi als... en dat heb ik ook... die hoofdtooien zijn al een stuk kleiner als in het begin, yes, hè? Dan waren ze veel groot. Ik zie het meer als het dragen van... je zorgen of je kennis. Ervaring of je kennis, wat je dus op je hoofd kunt dragen. Maar deze stijl heb je nou een paar jaar, een lange persoon, vrouwenvorm. 2 jaar geleden mee begonnen. En daarvoor had je meer... Daarvoor had ik eigenlijk meer torso's met... Heb je daar wat voorbeeld? Ik heb daar één voorbeeld van, het was eigenlijk meer gericht op de heuppartij van de vrouw. Deze hier, ja. Ik weet niet of ik hem een beetje kan draaien. Dus dat ging meer... rond de heup van de vrouw en de sierlijke draai die je dan kunt geven. De slavernij blijft een overal terugkerend thema op het eiland. Het bepaalt ook in grote mate de identiteit van Curaçao. De zee is uit. Het slavenmonument dat de regering heeft laten installeren. Sociaal realistisch. Dit is het officiële beeld. Ja. Ik heb kunstenaar gedacht, ik ga een beeld maken wat echt van natuurmateriaal is. En het kunstenaar verderop een beeld gemaakt waar de slaven uit de zee lopen. Gemaakt van koraalsteen. En het ziet er schitterend uit op de schuimkoppen van de golven eromheen gaan. Vuur daar. Deze onofficieel geplaatste beeldengroep verbeeldt het aan landkomen van de slaven. Het is jammer dat op deze locatie nauwelijks mensen komen. Toeristen zullen deze beelden nooit te zien krijgen. Al zijn we hier 500 meter van de haven. Ook buiten het bereik van de toeristen is het Groene Museum van Ruben Emilio Leek. Ik vraag me af hoe lang je dat nog houdt. Ben je van de politieke partij geweest dit? Ja. Welke partij? ENT. Ja, ja. Jij kent zijn werk ook niet. Kijk, ik vind dit soort dingen gewoon te gek. Heel popaardig. Hij werkt met zand en beton en cement en gips. En hout snijden. En gewoon schilderen ook. En hij gebruikt hetzelfde wat van een kort. Oh ja, precies, ja. Ja, dat loopt helemaal synchroon. Ja, dit is een beetje de ontdekking van Amerika. Columbus of zo, denk ik. Er staat heel veel Bijbel erbij, hoor. Vier taal. Er zit een gezicht met Curaçao's mond. Dat is een mooie Curaçao. Curaçao's snor. Mooie Curaçao. Jij hebt iets met koeien gedaan. Dit is dit schema ook van, hè? Ja, dat is een schema dat wij gaan gebruiken. Hier wordt betaald om te komen kijken. En dan gaan we een boek ervan maken. Dan gaan ze het verkopen. En met dat geld gaan we dit langwijs kunnen doen. Kleine boerderijtje, paar boeken. Dat is al gebeurd of dat is een, nee, we zijn... een plan? Het gaat nog gebeuren? Ja, nog wel. Heel veel koeien importeren? Ja. Ik denk 300 misschien. Ja. En we gaan het zo doen. We gaan het zo doen. Dan maken we melk. Dan maken we melkboeren van ze. Dan zetten ze de melk in de tank. Dan wordt het getransporteerd naar de zee. Ja. Dus dan blijven we niet alleen met Nederlandse taal. Ja. Dan,
produceren we ook enkele Nederlandse goede producten. Ja. Zodat wij een eigen geld kunnen krijgen, dat wij minder geld kan vragen in Nederland. Jij wil zelfstandigheid, cruciaal, ja, zelfvoorzienendheid. Financieel, meer financieel zelfstandigheid. En ik heb het idee gekregen om zandschilderij te maken. Door maken. Ja, precies, je kunstenaarschap is dus eigenlijk in 92 begonnen. Ja. Door die ideeën, die plannen die je hebt voor Curaçao, die ben je gewoon als beeldende kunst uitgevoerd gaan werken. Ja. Om daarmee mensen te interesseren voor jouw project. Juist. Zodat wij geld gaan krijgen. Dat je intreegeld. En dan kunnen we beginnen. Hoor. Curaçao's museum is een bonte verzameling objecten. We mogen niet binnenfilmen. We hadden echter graag een aantal naïeven laten zien. Hortense Brown. Nou ja, dit is een Yubi, ja. Nou, in het kader van de uitwisseling is nog een kunstenaar vanuit Nederland hier naartoe gekomen. Een Antilliaanse kunstenaar, Ruben Lacruz. Die heeft met kinderen geschilderd. En hier een presentatie van gehouden. Dit is zijn eigen werk. En dit zijn beelden die hij met kinderen heeft gemaakt. En dit is een kunstenaar die zich erg afzet tegen de Curaçaose kunstenaars. En speciaal gekozen heeft om met kinderen te werken. Omdat hij denkt dat ze daarmee vanaf niet meer de criminaliteit in zullen gaan. En meer zin aan hun leven kunnen geven. De trein heeft ooit gereden op Curaçao. Jammer dat die weg in het museum staat. Ja. Er is geen trein meer te bekennen op het eiland. Alles moet per auto. De pottenbakkerij Arawak ligt strategisch langs de aanlooproute voor toeristen die per cruiseschip het eiland bezoeken. In de pottenbakkerij heeft Hugo een aantal borden bespoten. We maken zelf die malen, hè? Ja. We hebben zelf die malen gemaakt. Ga je eerst een maal maken, dan moet je helemaal op hand eens doen. Ja. Dus al die motieven moeten we, dus iedere die voorgevel, die zijgevel, weet je. Oh ja, kijk, hier ligt nog een mooi bord. Die is misgegaan, is hè? Ja. Ja, hup. Kijk. Ja. Ja. Rode klei, hè? Dat is... te heet gestoken of zo. Er komt toch heel wat bij kijken. Dat kan niet meer plakken. Ik ben de directrice van Arawak. Ja. De toeristen die hier komen. Wat vinden ze nou leuker? De Delsblauwe, de invloeden die we hier zien? Of de typische Curaçao kleuren? Het blauw doet het wel. Maar ik denk als mensen hier eenmaal zijn en ze zien dus alle kleurrijke, dat de meeste toeristen toch wat niet zo voor de kleurrijke. Ja. En de kleuren van de Curaçaose huisjes, hè? Nou, het verhaal gaat dat dus een gouverneur, ik ben zijn naam kwijt, dus die alles was wit. En dus alle gebouwen waren wit en door de hitte en door de felle zon vond hij dat ontzettend veel pijn aan zijn ogen doen. Dus gaf hij dus opdracht om alle huizen in een kleurtje te schilderen. En het rood, een beetje dat steenrood, dat noemt men het winkelrood. Dus alle bedrijven van de huizen van de familie Winkel, die hadden die kleur rood. Dus dat was ook nogal zo. En de eigen familie had hun eigen kleurtas. En die traditie wordt nog steeds voortgezet? Nog steeds, ja. Ja, wel, Willemstad staat op de lijst van Werelderfgoed, waarmee al deze prachtige panden die we zien tot kunst zijn verklaard en gerestaureerd moeten worden. Ja, dit is Scharlo, dat is een belangrijke wijk waar vroeger alle notabelen zaten. En de stijlen die we zien, die worden genoemd Ibero-Hollands barok. Ook wel Zuid-Amerikaanse spaghetti-stijl genoemd. Hier zijn prachtige tegelpatronen. Van een eeuw geleden. Het is geïmporteerd meestal uit het mediterrane gebied. En dit was eigenlijk de rijkste straat van Willemstad.
En op een gegeven moment zijn al die mensen verhuisd om buiten de stad te wonen, waar het wat rustiger was. En de gebouwen kwamen leeg te staan omdat er niemand het geld ervoor had om erin te gaan zitten. En ze zijn langzaam verloederd. Sommigen zijn dichtgemetseld, anderen zijn gekraakt en zijn tjollers in gaan zitten. En zo verloedert het een beetje. Maar gelukkig wordt er gewerkt aan restauratie. Dat is een film van... Coming soon. Wat erop alleen. Aanlooptape. Restaureren is natuurlijk één punt, maar blijven bijhouden, conserveren is een ander punt. En die verf hier in de tropen met de zeelucht, die gaat ons brokkelt ontzettend snel af. Dus moet om de paar jaar bijgehouden worden. Hele zeldzame tegels die bijna nergens op de wereld meer zo mooi voorkomen. Schitterende patronen. Komen die tegels vandaan? Ja, ik denk Europa, Middellandse Zee, maar misschien worden ze ook wel in Zuid-Amerika gemaakt. Ik weet wel dat voor de restauratie van deze panden worden de tegels gekomen uit Alkmaar, waar ze weer opnieuw bijgemaakt worden. Hier gaan wel weer hele hippe tegels. Ik vind dit een behoorlijk moderne tegel eigenlijk. En deze is ook een soort knipwerk, heel erg mooi. Dit gebouw is de eerste vestiging van Maduro en Curiel. Vanuit hier zijn ze heel groot geworden. En daarom hebben ze dit weer gerestaureerd. Als bron van hun activiteit. Met beeldende kunst voor de deur. Ze sponsoren heel veel kunst. Nou, we staan hier bij Landhuis Zeelandia. En dit is een van de typische landhuizen met Hollandse invloeden. Een mooie gevel. En die draaiingen die we ook in Amsterdam zien, die spiralen. En er zijn heel veel van deze landhuizen op Curaçao. De meeste zijn verloederd en een aantal zijn opgeknapt. Sommige zijn discotheek of restaurant. Een van de bekendste is Brievengat, dus een danscentrum. En hier zitten allerlei bedrijven, managementgroepen. Daar zit de Prinses Margriet Stichting. We staan hier tegenover de groentemarkt van Willemstad en we staan vlak voor het Maritiem Museum. En om daar te komen moet je over die brug en over deze parkeerplaats. Dat is dus vrij shabby en voor toeristen is het een beetje link om hier te lopen. En het is de bedoeling om die brug te gaan verleggen, zodat je makkelijker hier naar binnen kan komen. En de directeur is van plan om die loods hiernaast te gaan slopen. En er komt het Seaquarium met onderwater dingen, die willen ze hiernaast gaan bouwen. En ze willen een soort cultureel centrum van maken. En het liefst ook nog met het Caracas Hotel wat ernaast ligt als modern kunstmuseum. Nou, op de slavenschepen gingen ze eigenlijk gruwelijker om met de bemanning dan met de slaven, want de slaven waren handelswaar. En hier zie je een oude ets dat iemand van de bemanning wordt zijn hart uitgerukt en het wordt iemand anders in zijn mond gedouwd. En met de slaven gingen ze zachtzinniger om, want die moesten wat opbrengen. Hé, hey, dat is blauw. Ja. Ja, dit is een collectie Dels Blauw in het Scheepvaartmuseum. Met echte oude dingen. En ook nog een nieuwe uit 1994 erbij. De Holland-Amerika-lijn. Sandra Leonora laat ons het vervallen Hotel Caracas zien. Hier werd een jaar eerder een uitgebreide kunstmanifestatie gehouden door een groep Franse kunstenaars die per boot arriveerden. Ja, dat doet erg denken aan wat in Amsterdam vaak gebeurt. Spontane kunstbeurzen. Het is een ontzettend leuk initiatief. Het is jammer eigenlijk dat het niet doorgaat, hè? Ja, zeker. Want het staat leeg. Ja, zeker.
Ja. Er was ook een anker die naar beneden kwam. Het is een hele aparte kamer, ook met geluiden. Bijvoorbeeld deze kamer is ook heel mooi. Het was een oerwoud met allerlei geluiden, stromend water. Het zijn schoenen van na en toen dit niet meer een hotel was het een hoerenhuis geweest. En er waren allemaal schoenen en kleren van vrouwen die hier hebben gewerkt. Dus nou, die hebben we gebruikt. En de kinderen hebben dat versierd, de kinderen van de elite. En die heb ik gebruikt. We staan hier bij de Brakke Put. Dat is een brakke binnenhaven. En hier is een kunstwerk in opdracht. Het is gemaakt door Ellen Spijkstra. Dat is de bekendste keramist van het eiland. Ze is Nederlands, van Nederlands afkomstig, woont al 10 jaar op het eiland. En de raffinaderij die wou 14 bushaltes laten bouwen. Speciale kunstbushaltes op het eiland. En dit is de eerste. En eigenlijk is het ook de enige wat hierbij is gebleven. En hij wordt niet als bushalte gebruikt. Het is een loos gebouw. Maar het is ook een herdenking aan olieopslagen. Waar Ellen Spijkstra en bijvoorbeeld ook Glenn Hillen. En die hebben de keramiek op het eiland groot gemaakt. Ze geven workshops. Maar de kunstenares kunnen we helaas niet spreken, want ze is aan het skiën in Amerika. Het zou kunnen gebruikt worden als podium, met een gezellig zitje. Maar kunst en opdracht gebeurt dus wel degelijk. Alleen de omgeving is een beetje onaangepast. Bij binnenkomst van het winkelcentrum van Poenda treffen we diverse officiële kunstwerken aan. Maar ook een van de vele houtsnijwerken van Mac Alberto. Nou, we staan nu op de Ruiterkade in Poenda met de meest originele kunstenaar van Willemstad die het openbaar dingen doet. En we staan hier bij je laatste werk. Je bent Mac Alberto. Mac Alberto, ja. Hoe lang heb je hier aan gewerkt aan deze? Het was op een zaterdag, was het begonnen. Hoe heet het terug? Toen heb ik het bekend gemaakt dat de wagen naar de groot is. Een heleboel dingen waar ik niet van. Ja. Ik heb de wagen nou een paar keertje gezien, dus ik moet het precies maken. Ja. Ik heb nog nooit een kleine wagen naar gezien. Mijn moeder heeft ook eentje, dus het is geen belediging. Nee. Mac Alberto begon met bomen te bewerken voor de deur van het parlementsgebouw. Het begon uit verveling. Dat was de eerste. Het was de eind 82. Eind 82, ja. Ik ben hier aan deze bomen komen zitten. Ik zei, misschien kan ik een schep krijgen en dan kijk ik van hier weg. Ja, dat zat te dromen. En met mijn gevoel nou, zeg ik nou, als ik iets moet doen, heb ik een bomwerp nodig. Zie waar, en de zat bezig gaat. Ik zeg, misschien ga ik een vliegtuig van maken. Hm. En mijn handen grijpen mijn Heinekensfles en ik heb met die Heinekensfles heb ik die fles kapot gemaakt en met een stukje gras heb ik hier gemaakt. Toen ik dacht dat ik bezig ben met die de vleugel van de vluchtweg was ik bezig met die schaamlip precies. Ging vanzelf? Ja. En ik zeg nou, vliegtuig die vliegt met de schaamlip, dus ik moet die machine ook gaan maken. Ja. Toen ik dacht dat ik een machine was aan het maken, hebben die klitten gemaakt. Dat is de poort van de toekomst. Hier gaat de man op en hier komt de man. Komt kinderen, ja. Dus ik kijk naar de boom en ik zag twee lijnen, ik snij 1, 2. De eerste lijn voor mensen die kan nemen en de tweede naam. De tweede lijn is voor mensen die het niet kan nemen. En ik heb een verslaafde liefde. Ze heeft geen gezegde, kun je dat zien? Hard. Ja. Hard. Dit is chockerend voor Curaçao, hè? Ja. Maar mensen die vinden dat het wel kan? Of vinden ze... Wel, sommige mensen, daarom heb ik twee lijnen getrokken. Voor mensen die kan aannemen en voor mensen die het niet kan aannemen. Want ja. Mensen praten altijd over lul. Kijk, wanneer ik over grote kan praten, ja. Nou, zijn ze altijd boos met mij. Maar er zijn mensen die altijd over grote dikke lul praten. Iedereen die over een grote dikke lul. Als ik met mijn kleine lul op straat ga lopen, dan kijken die mensen naar mij. Maar met een grote lul, iedereen die sprang wakker en wil erop kan springen. Ja. Zie je wel? Ja. Dus ik kan niet over grote kan praten, maar wel moet ik over grote lul. Ja. Kleine lul. Ja. Dit is de dag van een kobber en een draak. Ja, ja. Daar moet je een draak. Als je kunt zien, haar gezicht. Wat zit er in de mond? Dat is haar tong.
Dan mengt men de gift van de cobra. Dat is de vlam van de draak. Vlammen, gifvlammen. De vlam van de draak en de gift van de cobra. Ik heb 2 jaren op deze dag. Het was zo groot. Ja. Iedere dag, iedere morgen wanneer ik hier aan deze boom kwam, hebben ze deze gaan geschrapt. Ja. Want de taak was zo. Nee. Kijk, ze brengen naar huis gaan, de volgende dag was het hier kapot. Je weet? Vanzelf. Een heleboel dingen wat mij hier gebeurt. Of is het kapot gemaakt door andere mensen? Wie dan ook. En ze hebben hier deze vuile bak met poef voor mij gevuld. Vliegtuig. Gek. Ja. Dus toen ben je niet meer verder gegaan? Nee, waarom zou ik verder gaan? Waarom? Ja. Waarom zou ik verder gaan? Dat is met mij daar gebeurd, werd hier gebeurd. In mijn huis hebben ze gebroken, we hard gewerkt met mijn andere boeken. Wat is dat nou? Agressief. Wie ben ik hier kwart met doen? Ja, niemand. Ik vind het een hele mooie plek. Hier lopen al die mensen langs. Ik vind dat moet afgemaakt eigenlijk. Ja, Mick, dit is een ander kunstwerk. Wat kun je hierover zeggen? Dat is de koningin Beatrix. Dus je krijgt heftige reacties op je kunst? Wel, bij elke kunst die ik maak zijn mensen die me willen vertellen. Dat is goed zo, laat zo. Niet verder doorgaan, ja. Tijd moet ik verder erop gooien en een heleboel dingen. Ik ben niet schuldig. Dat is de kleur van die blom. De blom is zo. Ja. Als je de gaap afmaakt, dan krijg je dit kleur. De kleur is natuurlijk, ja. Dit is weer een ander beeld. Ja, dat is wel Beatrix. Heel herkenbaar, ja. Herken ik. Dat is gewoon een beeld. Beatrix in zwangerschap van een roos. De roos. Uit de roos. Ja. Ja. Maar hier heb je niet, wou je niet verder maken? Alleen deze? Nee, alleen deze stuk. Dit is een hele galerie. Daar staat een hele mooie boom. Een hele mooie boom. Tja. Maar dit is een boom waar je absoluut beelden in wil maken. Oh, ja. Ja, ik zie het. De vormen zitten erin. Ja, ja. Kijk. Te gek. Kijk. Hier ook, ja. Dit allemaal is eigenlijk voor mij. Dat is een orgie. Ik kan over zeggen. Orgie, ja. Orgie. Allemaal vrouwen, allemaal bloot. Ja. Over elkaar heen, door elkaar heen. Ja. Loesten. Ik zie het voor me, te gek. Daar hier vrouwen met vrouwen maken, mannen met mannen, handen met handen. Kat met handen, mensen met handen, mensen met koeien met mannen. Voor alles kan ik maken. Ja, kijk. Ja. Maar we moeten eigenlijk zo'n boom in Nederland voor je zoeken. Ik heb veel in Tielen gezien. De appelboom. De Tiel, ja? Ja, ik heb in Tielen gewerkt bij de stenenfabriek. Ik heb plekken in Nederland gewerkt. Curaçao telt 3 galleries. Kast die allemaal blauw. De Classic Caribbean Art Gallery en Gallery 86, waar we terechtkomen op een vernissage. Van de expositie van Clemens Brils, eigenlijk. Mensen staan al beneden. Ja, dat ben ik. En ze hebben dit nog niet gezien. Het schijnt dat het heel verrassend is voor mensen als ze hierboven komen, dat er op Curaçao dan zo'n ruimte, zo'n galerie dan op het eiland is. Ja. Ik weet niet hoe het komt, wij zijn inmiddels eraan gewend. Hoe lang is dat gegaan? 13 jaar. En ik heb het zelf 2 jaar geleden dus overgenomen. Ja, dat is mijn leiding. Ja, maar het gaat fantastisch en we hebben ongeveer 10 à 11 exposities per jaar. Elke maand wel wat. Elke maand wel wat. En wat we zoeken is dan lokale kunstenaars, maar ook wel kunstenaars uit Nederland, omdat ik toch wel wat meer affiniteit met Nederland heb, om die dan hier naartoe te brengen. En dan krijg je dan een interactie, wat ik op zich heel belangrijk vind voor de ontwikkeling van kunst. Dat mensen hier dingen kunnen zien die daar gemaakt zijn. Precies, en over en weer. Ja, ja, maar het is een particulier initiatief, maar niet geholpen door de overheid. Helemaal niet, overheid ben ik. Ja. Dus het is toch alles zelf doen. Alles zelf doen. En dat is in ieder geval het mooiste, vind ik, als je beweegt in de kunstwereld. Want je moet onafhankelijk van alles en van iedereen dan datgene presenteren wat je dus goed vindt. Tegenover galerie Kas die Alma Blauw legt Hugo de laatste hand aan een muurschildering.
Vanmiddag is de opening van de tentoonstelling van Hugo. Veel mensen zijn toevallig of expres in het blauw gekleed. Naar buiten als een kunstenaarsbeweging. En dan gaat het, want nu is iedereen individueel her en der bezig, iedereen heeft de hekel aan elkaar. Maak een kunstclub, elke maand wat drinken, vergaderen, praten. En dan naar buiten, op naar Trinidad, op naar Barbados, op naar Venezuela, naar Amsterdam. En dan kom je weer terug en dan wordt het wat. En niet ieder voor zich verder. 2 maanden Curaçao, Hugo, Jeanette. Hele fijne samenwerking met jullie. Heel fijn contact, ik vind het hartstikke leuk. En zoals u hier ziet, wij staan allemaal in Blue Curaçao. Hugo heeft dus voor ons allemaal dus dit beschilderd. We staan hier in Castillo Alma Blauw en dat is een van de 3 galeries van Curaçao. En die wordt gedreven door Poppy Verboom. Nou, Poppy, kan je iets uitleggen over je beleid van de galerie? Ja, nou, dus voor mij is het een stukje beleid wat ik voer in de galerie. Is, we hebben dus echt een galeriegedeelte. Daar presenteren we dus echt kunst van gerenommeerde kunstenaars die op het eiland zijn. En daarnaast heb ik ook een gedeelte waar ik dus het... zeg maar de kunstlijvenheid combineren met kunst, omdat ik vind dat het, de kunst ook bereikbaar moet zijn voor het publiek. Deze kunstenaar is een professionele schilder die zich gespecialiseerd heeft in de techniek van naïef. Mm-hmm. Daarnaast heb ik een aantal kunstenaars die gewoon naïef zijn, zoals bijvoorbeeld Angwin Hodge. Daarnaast heb ik een kunstenaar die ook bezig is met naïef, dat is Patrick Weber. Hij werkt met drumdeksels. En het grappige van deze kunstenaar is dat hij kleurenblind is. Het wordt transparant, daar hebben we trouwens ook een expositie van in april. Die doet beelden, dit is een bronsje van haar. Maar ze heeft dus ook, ze werkt heel veel met cement en dat patineert ze in bronskleuren en zo. En je had ook iets van Yubi hier aan. Het fijne is dus, de meeste kunstenaars van hier, daar werken we heel prettig mee. Ze vindt het ook leuk om een werk hier te hebben, omdat we echt, dus we hebben doorlopend publiek, dus de zaak is heel goed bezocht. Dus je krijgt daardoor, dus je werk komt onder het oog van de mensen en daardoor krijg je ook een stukje naamsbekendheid. Ja. Ik noem het mijn kleurrijke hoek. Nou, dus er zijn allemaal kunstlijvenheid, mensen die dus werken met hout, met drijfhout, met hebben dingetjes. En het is gewoon, vind ik zelf, een heel gezellige hoek. Dus heb je bewerkte stoeltjes, allemaal beschilderd, handbeschilderd. Geen enkel is hetzelfde, dan hebben we handbeschilderde dienbladen. Het is toch allemaal met de hand gemaakt, de lokale mensen hier. En het is one of a kind. Eén is één en weg is weg. Ja. Dat is bijvoorbeeld een werkstuk van Yubi, daar is hij mee bezig. Dat is weer heel ander werk, maar weer toch wel herkenbaar voor hem. Yubi Kirindongo woont en exposeert in een zelfgebouwd huis. Vroeger verdiende Yubi zijn inkomen als onderwijzer en tijdens zijn verblijf in Nederland kon hij werken dankzij de contraprestatie. Zo nu en dan stopt er een bus met toeristen om deze beeldentuin te bezoeken. Maar Yubi, vertel eens, we zijn bij jou op je kunstbeeldentuin, de grootste beeldentuin op Curaçao, kan je zeggen. En hoe lang ben je bezig? Met
kunst in Brabant. Ja, ja, ja. Ja, dan is het nou 26, 27 jaar lang. 27. Ja, ja. Mijn 20ste ben ik begonnen, erg laat, ja. Ja, dat is in Nederland door geweest. Want toen ben ik dus dan uitgekomen dat ik dit het beste kan doen. Het beste wat ik tot nu toe gedaan heb. Dit komt beter uit de verf. Kunstenaar zijn, ja. Dat is sowieso. Wil je geïnspireerd door industrieel afval, natuurlijk afval? Heeft het te maken ook met wat je ziet? Ja, dat is typisch. Raffinaderij, nee, maar dat is typisch Zuid-Amerikaans of derde wereld. Hè? Dat is iets dat gewoon een soort survival techniek wordt voor je overlevingsmethode. En dan ga je dus dan automatisch naar afvallen zo weer proberen opbouw te maken van afval. Hè? Dus een recycle. Recycling, ah, recycling. Ben je noodgedwongen hier in het derde wereld. Het is, kunstig. Van de conserveblik wordt dus dan een drinkbeker gemaakt. Zo begint het, hè? Ja. Maar als je dus dan logisch nagaat, dan is alles bruikbaar nadat je het voor zijn werkelijke doelstelling heeft gebruikt. En alles wat je wilt hebben, kan je wel vinden op het eiland? Of, haast alles. Nee, ja, bom, oké, okay, ligt eraan. Ik bedoel, wat... Wat je dus, zelf een bronsgieterij is nog bijgekomen, een marmerfabriek hebben we dus. De meest traditionele materialen die ze gebruiken voor de kunst te maken, om kunst te maken, dat vind je hier, we kunnen die ook wel hier. Klei, kunnen we zelf ook hier delgen en dan schoonmaken en dan bereiden. Dus in feite is het weinig. En tussendoor voorhaven, alles wordt geïmporteerd. Vroeger was het wel moeilijk om schildermaterialen, dus een goede kwaliteit verf en... canvas en zo, ja. Schilderdoeken en zo. Maar ja, tegenwoordig zelfs dat is niet moeilijk meer te vinden. Je hebt speciale zaken waar ze lijsten verkopen, zo lijstenzaken en zo. Dat is dus dan nou niet zo moeilijk meer. Inspiratie moet je mee hebben. Hè? Ja, gaat om die ideeën natuurlijk. Ja. En je bent op Curaçao niet uitgekeken? Of ga je ook naar de omgeving, de regio? Ja, ik ben nieuwsgierig van wat er aan mij heen gebeurt natuurlijk. En een regio hier is, ligt voor de hand, maar... Het blijkt toch moeilijker te zijn dan in Europa. We gaan toch automatisch Europa vanwege de kunst Mekka, niet? Dus het is toch die kant uit, of minder Amerika. Amerika wil wel eens, maar daar zijn ze ook veel commerciëler, nee? De regering die doet niet veel aan kunst, die helpt je. Nee, ik zag dat je wat kunstprijzen hebt gekregen binnen. Dat zag ik vandaag voor het eerst eigenlijk, hè? 3 awards. Oh ja, de beste kunstenaar van het jaar of zo. Ja, zelfs dat. Maar ja, helaas, nu dat ik niet meer geen ambitie meer toonde. Toen ik jonger was, toen ik in pas begon, dan was het, toen was het nou waard. Het was veel meer de moeite waard. Was het dus harde dan, vechten. Ja, is de drijfveer geweest en zo. Verleden week had je wel een leuke opdracht, hè? Ja. Koerij-Hollanda was je bezig. Koerij-Hollanda, dat is de nieuwe Slavery Museum die nou binnenkort, ja. Maar ik heb dus daarna... iets anders geprobeerd en het is ook behoorlijk goed gelukt. Ik wist dat het zou lukken ook, hoor. In plaats van, je hebt het mooi geschreven in die kunstkruim trouwens. Geankerd aan de muur. Ja, wat is die ene die bal op zijn hoofd gooit? Dus ja, dat was eigenlijk, nee, ja, dat vroeg je ook bij. Ja. Ja, hij was gebonden, de slaven waren toen met een voet gebonden. Met een ketting die een bal bevestigd is. Ja. En als je vooruit wil komen, moet je die bal optillen. Nou, je kan een arm meenemen op je hoofd. Ja, dat is makkelijker. Maar, ja, op je hoofd is het veel makkelijker. Dat draag je met je heup en alles mee. Hè. En aan je arm is het veel zwaarder. Dus, wil je vooruit komen, moet je enigszins die bal oprappen en meedragen. Dat was het niet direct. Zo. Dat is het idee, ja. Ik ben hier voor die uitwisseling. Wat denk jij dat je aan de uitwisseling hebt? Vind je het leuk als hier allemaal kunstenaars hier toekomen uit Nederland? Vind je dat inspiratief? Ja. Ligt. Anders groei je dicht hier. Je bent op het eiland, je groeit dicht als je niet geen mede-collega's of andere mensen van dezelfde vakken zo tegenkomt. En van buitenland, dat de uitwisseling hier naartoe brengen of dingen komen doen. Het is altijd inspirerend, anders val je in slaap ook. Hè? Ja. Komt erbij, binnen dus. Ja, dat kennen jullie ook, hè? Ben je Mercedes? Nee. Ah, boy, ja. Ik heb Mercedes. Ik heb Mercedes wel. Hallo. Hey. Hey. Goed, ja. Je kijkt van een klein broertje. Ja. We waren op het verjaardagsfeestje. Hi. Hi. Stel dat je naar Nederland wordt uitgestuurd of wordt gevraagd naar Nederland te gaan. Wat zou je dan doen? Ja, het liefst zo, ja. Een opdracht, iets dus dan op een pleintje. Of whatever, een spoor achter te laten. Dat ben ik van nature gewend. Mijn sporen achter te laten. En nou in een positieve zin, niet met destruction, maar met construction. Zag je? En ik heb genoeg fantasie en ik neem aan dat Nederland toch wel veel openstaan voor,
voor monumentele openbare kunst en zo. En dan moet er toch altijd een plekje zijn. Daar waar een kunstenaar zijn fantasie of zijn... zijn product laat. Zijn product en, en dat is dus dan... het aanvullen weer en het zeker in balans brengen van westerse en niet-westerse en Europese kunst en Antilliaanse kunst, westerse kunst. Even variatie, twee dingen zijn. Ja, maar telefoonkaarten met Frankrijk, Frans, Hoogland, Duitsland. Maar bij ons is het daar gebleven, al sinds, ik weet niet, sinds het bestaan van de telefoonkaarten zijn ze bij drie exemplaren gebleven. Dat is namelijk die drie, terwijl je nog uitgebreide overal ter wereld en alle soorten modellen hebt. Iedere maand geloof ik hebben ze een andere. Ja. Ik kan zelf lucifers toch hier gebruiken als materiaal. Want daar kan ik ook mee beeld houden. Dan haal ik ook een mensenfiguur eruit. Kun je ook 100 klompen geven? Bijvoorbeeld, ja. Dat is een installatie. Dan maak je een installatie van. Ja. Dan maak je van 100 klomp één grote klomp. Die onderdeel van uitmaak van 100 kleine klompjes, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Nou, het is meer een verzamelingskunst geworden. Of van een verzameling maak je een kunst. Je verzamelt sowieso heel veel rare attributen allemaal, hè? Juist. Dat is voor mij een gewoonte geworden dat ik geen materiaal tekort kom. En, het is verpand, want ik heb expositie gezien waar mensen dus... Teer nog niet. Teer, dat is mijn plan. Misschien ga ik nog met teer verder. Ik ben daar bij hem begonnen. Maar met smeerolie. Muren van 9 muren, 9 meter lang, 5 meter hoog. Alleen maar met smeerolie. En dan toch structuren op die muur maken. En dan met een licht erop, leek net goud. Ja. Mooi. Was ook voor die pik. Alles met wax. Bijenwax maken ze dingen. Zo aardig tegenwoordig. Wat heeft je hier het meest geïnspireerd? Nou, ik vond het leuk dat de Nederlandse erfgoed hier ook in een andere versie weer staat. Dus de landhuizen, de geveltjes, de taal, het grappige taalgebruik. En Blue Curaçao, het drankje. Maar ook het Delfts Blauw, wat hier weer terug te vinden is in de winkels, op keramiek. Dat sluit perfect aan bij waar ik mee bezig was. Een van je projecten is het driewekelijks krantje. Nou, het krantje is voor mij altijd een belangrijk kunstproduct. Ik zie het krantje ook als een soort kunst. En de uitwisseling moet weerslag hebben en er moet iets op papier van overblijven. En zo'n krantje heb je meteen resultaat. Het is ook mijn verslag van de uitwisseling. En eigenlijk ook, Curaçao heeft geen kunstkrant. Dus het is goed om een beginnetje te maken. En het stimuleert de mensen. Mensen vinden het te gek dat er een kunstkrant is. En dat idee van Fantasy Island, is daar nog iets van overgebleven? Ja, het Fantasy Island idee had ik in Nederland ontwikkeld. Je ziet een eilandje en je gaat er naartoe en dan denk je, fantastisch, Robinson Crusoe, het onbewoonde eiland. Palmbomen, zee, vissen. Dus ik was ervoor gekomen om dat te romantiseren, zoals ik vaak in mijn werk dingen romantiseer. Maar de realiteit is dan toch een grote industriestad met veel criminaliteit, drugsproblemen. Verkeersopstoppingen, een vrij Amerikaanse botte cultuur van iedereen die alleen maar voor zichzelf bezig is. Dat stond een beetje in contrast met het idyllische, paradijselijke eiland wat ik in mijn hoofd had. Dus je hebt nu ook een andere kaart gemaakt van... Ik ben met een andere kaart bezig, ja. En het romantiseren over het onbewoonde eiland, dat komt waarschijnlijk in Nederland weer. Want dromen zijn vaak leuker dan de realiteit.